Steeds meer bedrijven gaan over op uitsluitend pinbetalingen. Daar waar dit gemeentehuizen of apotheken betreft, vindt de PvdA dit niet kunnen. Daarom stelt raadslid Ria de Vries hier vragen over aan het college. Mevrouw de Vries heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college die te maken hebben met bedrijven die eigenlijk uitsluitend overgaan tot pinbetalingen. Welk probleem ziet u daarin? Ja, dat klopt, want ik kwam erachter dat mensen uiteindelijk alleen maar bij pin kunnen betalen bij juist winkels waar ze eigenlijk niet onderuit kunnen, zoals een apotheek. En dat betekent dat mensen die zelf niet kunnen pinnen, hè, waarvan de kinderen pinnen voor de ouders en contant geld geven, die kunnen dus eigenlijk geen medicijnen meer ophalen op het moment dat ze een eigen bijdrage moeten betalen. Ja, dus zeg eigenlijk net voor heel veel bedrijven zoals supermarkten, waar mensen nog alle keuze hebben, dat niet zo'n probleem. Maar juist naar het apotheken, gemeentehuizen, daar zie ik wel problemen in. Ja, supermarkten kan je kiezen. Hè. Dan kan je ook nog denken van ik ga ietsje verderop en dan kan ik wel gewoon contant betalen. Mm-hmm. Maar een apotheek ben je heel vaak aan gebonden. Mm-hmm. En dan heb je meteen een probleem als je daar niet meer contant kan betalen. Nee. Ja, nu beschrijf ik een specifieke doelgroep, hè, voor wie dat dan een probleem gaat zijn. Wat ziet u daar vooral in ontstaan? Welke problemen? Bij welke mensen? Het zijn met name de ouderen die zelf niet pinnen, maar waarvan de kinderen het geld beheren en contant geld geven iedere week. Mm-hmm. Mensen in de schuldregeling die per week geld krijgen. Mm-hmm. En de laaggeletterden die helemaal geen verstand hebben van hoe je moet pinnen. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk de groepen die het hardste nodig hebben, mm-hmm. maar die kunnen dan niet meer betalen. Ja, nu heeft u vragen over gesteld aan het college. Wat verwacht u daarvan? Welke invloed vindt u dat we als gemeente of als overheid hierin zouden moeten spelen? Ja, we kunnen natuurlijk niet alles voorzien. We hebben ook niet alle zeggenschap. Maar ik vind wel dat het college de plicht heeft om voor bepaalde doelgroepen op te komen. Mm-hmm. En dan zeker voor die mensen die dat niet voor zichzelf kunnen. En ik zou heel graag willen dat ze in gesprek gaan met deze winkeliers om te kijken of er toch een oplossing is. Dus dat is eigenlijk wat u wil, dat ze in gesprek gaan. Want inderdaad, ja, op bedrijven hebben ze niet directe invloed natuurlijk. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat bedrijven niet echt in de gaten hebben dat ze een aantal doelgroepen niet meer mee kunnen doen als ze deze regel invoeren.